U merkte op, we moeten werk maken van transformatie van leegstaande kantoren. Kunt u aangeven welke rol er voor bankiers hierbij is weggelegd? Nou ja, ik denk dat die tweeledig is. Aan de ene kant zie je dat om zo'n transformatie ook echt op gang te brengen, dat je ook bereid moet zijn om in te zien als eigenaar, belegger en ook als financier, dat er geen andere oplossing meer is voor dat gebouw. Dat die huurder dus niet meer gaat komen. Dat kan betekenen dat je moet afschrijven. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor de eigenaar, maar het kan ook slecht nieuws zijn voor de bank. Zeker als daar een zware financiering op zit. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zie je dat om die transformatie of herontwikkeling ook echt vorm te geven, er geïnvesteerd moet worden. Er kosten gemaakt gaan worden. En die kosten die zullen ook opgebracht moeten worden. En een deel daarvan, denk ik, als het gewoon een levensvatbaar project is, kan ook prima een bankfinanciering zijn. Zijn er al zulke plannen bij u op het bureau gepasseerd? Ja, wij krijgen wel steeds meer aanvragen waar het om ontwikkeling gaat. Niet in de goede weide, maar op herontwikkeling van bestaand vastgoed. Dus we zien het zeker toenemen. Maar ik denk dat nog een enorme versnelling nodig is om ook echt een oplossing te bieden voor de leegstandsproblematiek waar we mee te maken gaan krijgen. Nou ja, dat begint ook gewoon bij onze klanten die we nu hebben en die kantoorbeleggingen hebben waar panden leeg staan. En dat doen we dus ook actief met die klanten in dialoog te gaan over wat de toekomstperspectieven voor die objecten zijn. Kunnen we zeggen dat er in de transformatie dat er schot in komt? Ik denk dat het aan de ene kant dat het moet. En aan de andere kant zie ik dat als je kijkt naar hoe alle partijen, en je hebt dat vandaag ook weer gezien tijdens het congres, met deze problematiek bezig zijn. Ik denk dat iedereen ook van goede wil is. En de sense of urgency een stuk hoger ligt dan zeg maar een jaar geleden. Dus dat stemt me wel hoopvol dat er inderdaad stappen gemaakt gaan worden.